dat kunnen brengen. Het is de dag voor de competitiestart en Erwin van der Looy houdt zijn eerste voorbeschouwing als eindverantwoordelijke van FC Groningen. Veel laat de trainer niet los over de opstelling, al lijkt hij in grote lijnen duidelijk. Zo start Kappelhof als rechtsback, Kostic als rechtsbuiten en Texera in de punt. Michael de Leeuw lijkt te ontbreken. Het is ook nog niet zeker dat Michael niet gaat spelen. We hebben de selectie van 19 samengesteld, dus we gaan morgen kijken of die beschikbaar is. Ja, mocht die niet beschikbaar zijn, dan is het uiteraard een aderlating. Dat is onze topscorer van vorig jaar. Een jongen die we heel goed erbij kunnen gebruiken. Maar nogmaals, we hebben een selectie van 19 en die zijn alle 19 inzetbaar. En daar heb ik alle 19 heel veel vertrouwen. Na de redelijk moeizame voorbereiding is de grote vraag of de FC er wel klaar voor is. We hebben in de voorbereiding heel veel dingen geprobeerd. Te kijken waar spelers het best tot hun recht komen. Hoe de onderlinge samenwerking tussen verschillende spelers het best tot zijn recht zou kunnen komen. Dat hebben we ook in de wedstrijd tegen Emmen nog een keer gedaan. Nou ja, dan zie je dat dat soms gewoon ten koste van het resultaat gaat. Omdat eigenlijk sommige combinaties niet goed liepen. Nu hebben we dat bij elkaar gevoegd, hebben duidelijke keuzes gemaakt richting de wedstrijd van NEC. En wij denken dat we klaar zijn voor de wedstrijd tegen NEC. In ieder geval werkte Groningen vrijdag de laatste training af. Door de voorspelde hitte een half uur vervroegd. Ja, lekker toch? Lekker zonnetje, gras lekker nat. Ik vind het best hoor. Je vond het niet erg om eerder te beginnen? Nee, zeker niet. Ik hou van voetbal en maakt niet uit wanneer het is, hoe laat het is. Nou, morgen ga je dus de Eredivisie in tegen NEC. Ja. Gelijk je oude club. Ja, zeker. Heel veel jongens die ik nog ken. En natuurlijk apart gevoel natuurlijk, omdat je daar 2 jaar gespeeld hebt. Alleen ja, dat telt morgen niet. Morgen telt alleen de 3 punten van Groningen. Dat is het belangrijkste. Maar dan kun jij nu dus ook wel een goed beeld schetsen van wat je kan verwachten van NEC. Ja, ik weet hun speelwijze. Ik weet hoe de trainer daarin staat. En dat heb ik ook overgedragen aan deze groep. En ik hoop dat het helpt morgen. Ja, want wat zijn je verwachtingen? Ja, we willen het sowieso altijd de eerste 10 minuten volop druk geven. En vervolgens daarna inzakken en ons het spel laten maken. En van daaruit de counter proberen te spelen met Rieks en Heimlin. Dus dat die achter de verdediging duiken en daar moeten we op scherp op zijn. Wat is jullie strijdplan daarvoor? Dat zie je morgen wel. Nou, we hebben ze een aantal keren gezien in de oefencampagne. En zij hebben wel een heel duidelijk spelbeeld. En ze hebben een hele fysiek sterke spits erbij gehaald uit Schotland. Daaromheen hebben ze heel veel lopende mensen. Ja, daar zullen wij goed op ingesteld moeten zijn. Want dat is toch, die spits is toch redelijk lastig te bespelen. Jullie zijn er klaar voor? Wij zijn er klaar voor, daar gaan we wel vanuit, ja zeker. Rijkhalzend kijkt iedereen uit naar de start van het seizoen. Om 7:15 trapt de FC af in Nijmegen. En dan, zo'n 2 uur later, weten we een beetje meer over waar de Groningers staan.